Ja, de kernvraag is een beetje, wordt deze kerst vrediger dan normaal of juist minder vredig? Wat verwacht jij? Wie zal het zeggen? Nou, laat ik vooropstellen dat kerst, in de afgelopen 20 jaar dat ik familie maak, we hebben een aantal type ruzies. Om de erfenis, familie en zaken, de schoonfamilie. Zo zijn er een aantal type ruzies te onderscheiden. En een van de type ruzies die ik regelmatig tegenkom is de ruzies en de conflicten die ontstaan rond de feestdagen, met name rond kerst. Dus dit is op zich is de voedingsbodem om ruzies die ruzies doen ontstaan. Ja, en wat voor ruzies zijn dat? Nou, allerlei. Kijk, het begint al in de dagen ervoor. Wie nodigen we uit met kerst? Tegenwoordig heb je niet alleen je ouders, maar ook nog de nieuwe partner van moeder of de nieuwe partner van vader. En wie op die twee kerstdagen, hoe moet je het verdelen? Wie doet wat? De een slooft zich uit, de ander loopt de kantjes ervan af. Wat wordt de prijs van een diner? De een wil goedkoop het eten. Nou, allemaal redenen. Veel makkelijker. Ja, dan wordt het nu makkelijker. Nou, er zijn is lastiger, omdat je nog moeilijkere keuzes hebt. Het kan twee kanten uitgaan. Kijk, we mogen maar 3 mensen uitnodigen dit jaar. Dus je zou zeggen, nou, het wordt wat simpeler. We hebben een alibi om tegen een aantal mensen te zeggen, je kunt niet komen vanwege corona. Jij even niet. Maar je moet wel keuzes maken natuurlijk. Dus het levenskeuze. Ja, hoe dan ook. De een wel en de ander niet. Dus, dat gedoe blijf je houden. Oké, een gezellig samen zijn met familie. Dat kan zomaar eindigen in ruzie. Bert, je hebt een fragment meegenomen. Waar gaan we naar kijken? Nou, een klein fragmentje van Ali en Jillis. Het is niet met kerst, maar het illustreert wel mooi dat je het niet verstandig is. Dat is een andere reden om ruzie te krijgen met kerst. Dat mensen zeggen, nou is het kerst. We nemen na 3 wijn. Gaan we nou toch eens een keer dat gevoelige onderwerp aansnijden? Moet je ook niet doen met kerst. De familie van Dongen, heb ik dat goed? Ali en Jillis, wat zeg je? De familie van Dongen, heb ik dat goed? Ja, nou, Ali en Jillis. Dat laten we alleen, we noemen meestal alleen voornaam. Oh, sorry. Vanwege de privacy. Oké. Dit is de reden dat ik het niet presenteer. Ali, een gezellig kaartavondje. En toen werd het toch wel even een heikel onderwerp aangesneden. Okay. Laten we kijken. Wat is er nou toch gebeurd? Wij kwamen op de verjaardag van onze kleindochter. Die werd 1 jaar. Nee. En ik zeg zo van, nou, die verdongetjes ben ook aardig aanwezig. Even voor mijn begrip, wat bedoelt hij dan met die opmerking? Nou, dat het hartstikke druk was met al die kinderen. Er is later een kaartavondje geweest. Ja, hij begon er zelf weer over dat hij het er niet mee eens was. Dat hij daarop aangesproken werd en dat het niet aan hem lag. Toen zijn ze boos weggegaan. Kwaad weggedaan, de deur weggedaan. Ik zei, Bas, ik heb een soortje rotje van je op zolder. En daarna kon ik het zaterdags van de straat ophalen. Had hij alles op straat geflikkerd voor me. Mis je ze? Eigenlijk niet. Alleen de kinderen. Ja, maar je eigen zoon mis je niet? Nee. Voor geen stuiver? Nee, ik vind gewoon dat hij zijn vader beledigd. Ja, even voor de goede orde, ze zijn wel naar diner gekomen en het gaat heel goed met ze. Kijk, dat is het goede nieuws. Gelukkig. Mocht er nog mensen zijn op dit moment met ruzie in de familie, kerst, het feest van vrede. We hebben nog opnamedagen. Hetfamiliediner.nl. Mensen kunnen zich aanmelden. Nee, schaamteloos. Ik wil zeggen tegen iedereen, want ik geloof dat de partner corona heeft, dus je kunt niemand van even komen. Er zijn wat smoezen die we kunnen gebruiken, ja. Nee, maar ik wil toch wel even iets zeggen. Want kijk, ik vind, mensen leggen de lat zo hoog. Weet je wat, het ook door alle sportjes die we worden doodgegooid met sportjes. Ik voel dat er nu een supermarktketens van de, nou, de gezelligheid. Het moet allemaal zo mooi zijn. Buiten sneeuwt het, binnen is het gezellig. Dus mensen leggen de lat hier. En dan slaat de stress natuurlijk toe. Want ruzies ontstaan altijd door teleurstellingen. Want de verwachting is zo en dan valt het tegen, irritaties. Dus eigenlijk zeg je, verwacht er gewoon niet te veel van. Laten we er een beetje relaxed mee omgaan. En misschien helpt dat het kleine aantal wat we kunnen uitnodigen dit jaar. Houd het met een klein clubje. Houd gewoon gezellig. En dan niet die torenhoge verwachtingen. Gewoon een beetje relaxed. Hoe ga jij het vieren? Ik heb kinderen en kleinkinderen. Dus we gaan een keuze maken. Wie eerste kerstdag en wie tweede kerstdag. En dat gaan we dan maar gezellig maken met elkaar. Maar red je het daarmee? Want je mag 3 mensen per dag uitnodigen. Met 4 kinderen zit je al met partners. Dan moet je een verdeling gaan maken. Ja. En ik kan me geen familieruzie voorloven. Dus op een nette manier moet ik dat gaan.